Dat applaus, Joël, aan het begin van de training, dat kon maar voor één man zijn volgens mij. Ja, er was één man die niet applaudisseerde, of half, en dat was ik, ja, klopt. Want, wat zei de trainer? Dat ik eerst aanvoerder ben. Dat was voor jou geen verrassing, denk ik? Nou, verrassing niet. Ik bedoel, je houdt er wel een beetje rekening mee natuurlijk, maar omdat je vorig jaar tweede was. Het mooie was dat, Marcel, de trainer, niet eens wist dat ik tweede was. Dat was wel geinig. Maar nee, dat is natuurlijk is geen verrassing, maar ik had er wel een beetje rekening mee gehouden, ja. Ja, want ook door het feit dat je tweede aanvoerder was, voelde het een beetje alsof, ja, voelt het eigenlijk alsof jij gewoon de natuurlijke opvolger van Klaassen bent, denk ik, hè? Ja, nee, wat je bij hem ook zag, is gewoon die coaching en dat hij vaak bij trainingen gewoon het hele team meenam naar een hoger niveau. En dat hoop ik ook te doen, zeker in die coaching. Van achteruit is dat wel belangrijk, ja. Ja, ben jij in die zin een vergelijkbaar type aanvoerder met Davy? Ja, ik vond het altijd wel volop in de strijd natuurlijk. En ja, wat ik zeg, we spelen natuurlijk veel druk naar voren. Dus dan moet je het voor je goed neerzetten. We willen geen gaten vallen. En dat is wel een sterk punt, ja. Ja, dan mag jij morgen voor het eerst echt als aanvoerder van Ajax het veld op in die oefenwedstrijd. Hoe gaat dat zijn? Ja, nee, ik heb het wel vorig jaar natuurlijk dat Davy volgens mij niet speelde of dat hij uitviel of zo. Maar goed, ja, echt het veld op als eerste aanvoerder, eerste wedstrijd. Ja, dat zijn wel mooie dingen. Ja, daar kijk ik nu al naar uit. Hoort bij die aanvoerdersband ook een nieuw contract? Dat zou zomaar kunnen, ja. En we zijn op de goede weg, ja. Ja, waar hangt dat nog op? Nou, er zijn nog wat gesprekjes geweest voor mij dat ik hier was. En volgende week zit ik nog met mijn zaakwaarnemers en dan komt er een besluit, ja.